Wij gaan nou eens even met de genealogie verder. De genealogie, dat is een heel moeilijk woord. Het is niks anders dan het uitzoeken van de familie, van je voorouders, van alles wat de best is. En dat hebben wij ook gedaan van mijn moederskant. En dat is dan direct al dit boek van de Middelveens, een kleine familie in de grote wereld. Want de hele familie Middelveen. Ik geloof dat er nog 50 levende leden van bent. En die bent verspreid over de hele wereld, het zij Zuid-Afrika. Afrika, het zij in Amerika, het zij in Canada, het zij in Europa. Dus dat onkruid, dat groeit eigenlijk overal. En daar hebben wij ook een hele zaak van bij elkaar gemaakt. Dat wij dat probeert hebben uit te zoeken. Ook voor de andere leden van de familie Middelveen is het interessant. Wij zijn ook van verschillende mensen tot in de jaren 1600 teruggaan. Dus je hebt altijd dit. Als ik ben, dan heb ik twee ouders, vader en moeder. Mijn vader heeft ook weer twee ouders, dus dat is zijn vader en zijn moeder. Mijn moeder ook, haar vader, haar moeder. Dus je krijgt op de duur een hele uitwaaiering van familieleden. Dus om dat allemaal uit te zoeken, dat kan wel. Maar zo hebben wij van één van die takken, ben wij dan tot in de jaren 1600 terugkomen in Duitsland. Hulpstukken moet je natuurlijk bij hebben, want je kunt niet alles tot in de finesses zelf weten. Dus je moet ook weer, waar kan ik die gegevens vinden, waar kan ik die gegevens vinden. In het kerkelijk archief, daar heb je de deurboeken al, dus daar is een heleboel uit te zoeken. En dan vooral, voordat de burgerlijke stand bij de gemeente er was, dus dat is een Napoleontische instelling, toen had je dan dat vrijwel alle kinderen die geboren werden, inschreven werden bij de kerk. Dus daarom zijn de deurboeken uit die tijd voor de burgerlijke stand ook zo geweldig belangrijk. En niet alleen nog de deurboeken, maar ook de trouwboeken, de overlijdensboeken. Maar ook in de andere wereld, de burgerlijke wereld, had je belangrijke dingen. Je hebt hier bijvoorbeeld een boek, dat bent de archieven van de schuldengerechten in Drenthe. Dat is het schuldenprotocol Emmen, Roswinkel, Oudoren. En dat bent registers van akten en voogdijzaken. Dat begint in Sumpje 22 en de gieter 1802 deur. Dat bent allemaal dingen waar ook familie aangelegenheden uit te halen ben. Het is natuurlijk heel mooi als jij de familie op een dusdanige manier hebt. Ik, nou ja, met naam en toenaam dan. Vader, ook weer met naam en toenaam. Moeder en dan enzovoort, enzovoort en dan zo verder. Eventueel met geboortedatums, sterfdatums. Maar, wat is er nou mooier dan als je aan het eten bent, wat schuw over die eerappels te hebben. Wat is er mooier bijvoorbeeld familieschandaaltjes uit de jaren 1700, 1800 te hebben. Dat is nou net de schuw die je over die eerappels kriegen kunt. En daar is een hele koppel van u te zoeken in die registers van voogdijzaken. Dit is een register van akten van vrijwillige rechtspraak, want daar heet het alweer rechtspraak. De ene heeft de andere bijvoorbeeld doodhouden. En wat is er dan mooier in een hele vroege familie in de jaren 60 of 1700 te hebben van, ja, die voorouder die is door die en die doorslagen, of die heeft ene doorslagen, ja, ze hebben met de koeien bij een ander op de grond lopen te weiden en dat soort dingen meer. Dat staat vaak allemaal beschreven in die schuldenprotocollen. Dit is een die bezig ben. Daar bent een heleboel mee bezig. Je hebt hier bijvoorbeeld de genealogie van der Pol uit Asperen. Er wordt hier een hele opzomming geven van die familie van der Pol, wie daarbij betrokken bent. Dus eigenlijk een heel samenstel van die familie. Hoe kom je nou aan zo'n archief van zo'n andere familie? Dat kom je eens een keer tegen, zo'n stuk van een andere familie, ergens bijvoorbeeld in de handel. En als je dan daar bijvoorbeeld een naam in ziet, en die naam die zul je wat zeggen,
dan zeg je wel eens een keer, als het niet te veel geld is, ach, laat ik dat ding maar metnemen, want ik kan het hier niet onderzoeken, maar dan wil ik het toch in Huizenzeem bekijken, wat of daar allemaal in voorkomt. Dat is bij Disney net zo. Dit is van de Nederlandse geslacht Huber. Dat is in 1944 is dit maakt, dus ook nog in de oorlog. Maar dan kom je daar eens een naam in tegen. Hé, kan dat ook wel betrekking hebben op mijn familie? Waar komt die weg? Want die naam heb ik ook in mijn voorfamilie zitten in de jaren 1600 of 1700. En dan, als je dat op dat moment niet na kan kijken, dan zeg je van, nou ja goed, ik hoef er maar 5 gulden voor te betalen. Dus voor die 5 gulden ga ik de gok nemen, dan neem ik het maar met. En zo heb je bijvoorbeeld ook deze, die heb ik natuurlijk ben ik niet in de handel tegenkomen. Dit is de genealogie die van praktitievrouw is van de Kruigerkant. En ja, goed, dat giet dan ook u de jaren 1700 zit dit al. Dus nou ja, waar dit allemaal wegkomt. En nou ja, hoe dat eigenlijk allemaal uitwaait naar de verschillende mensen toe. Maar ja, zo heb je zoveel. Je komt ook met familie te zitten in Amerika. Want ook dat heb ik zelf metmerkt in de jaren 1880, dat er 2 zusters van mijn grootvader bent gaan emigreren naar Amerika toe. En dan heb je hier bijvoorbeeld het boek van allemaal emigranten die... uit Bentheim, dus het is in dit geval het Duitse gebied, naar Noord-Amerika bent emigreerd. Het toeval wil dat juist een van die beide Wichter, zusters van mijn opa, dat die met een man uit Bentheim trouwt bent. Die hebt eerst hier in Holland woont en toen bent ze naar Amerika emigreerd. Dus ze waren al getrouwd, maar dan kreeg je ook dat doordat hij uit Duitsland uit het Bentheimse kwam, hij hier toch in dit boek vermeld wordt. En zo heb je dingen, het is vaak zoeken, zoeken, zoeken. En als je een einde hem bent, dan ben je volledig van het toeval afhankelijk. Er bent een hele koppel, ben er toen naar, naar Amerika verhuisd, emigreerd, dat zij dachten hier niet de volledige vrijheid van godsdienst te hebben. Ik weet niet of dat altijd waar was bij de leden van onze familie. Dat zal wel eens een keer gebeurd worden. En dan vooral in de jaren 1847, de bekende Van Raaltetrek. Die had je toen, helaas kan ik door de boeken ook niet van laten zien, want die zitten ook in Assen. Er is zelfs nog, bent er preken bij van dominee Scholte en van dat soort mensen. Dat toen de voorgangers waren, maar ik denk dat in de jaren 1880, toen die familie van ons daar naartoe gegaan is, dat het meer om economische reden ging. Ik wil niet zeggen dat, nou nu ik zomaar even tussen neus en lippen deur de begraafplaats, maar een begraafplaats is ook een machtig mooi ding om familie onderzoek te plegen, foto's te maken van alle graven, van voorouders die er nog bent. Dat is eigenlijk allemaal wat ik net gezegd heb, de jus die over de eerappels heen komt. Al die dingen, dat hoort erbij. Thank you.